Fortnite heeft de afgelopen jaren natuurlijk duizenden skins uitgebracht. Maar er zijn nog een aantal skins die wel in de faal zitten, maar nog niet zijn uitgekomen. En in deze video gaan we het daarover hebben. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik jullie allemaal eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2000 likes halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op Teveelgevraagd met dat belletje aan. En ik zou het ook wel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Teveelgevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, ik heb dus 10 verschillende skins voor jullie die in Fortnite zouden moeten komen binnenkort, maar dat nog niet zijn gekomen. Er zijn er trouwens veel meer dan 10, maar ik heb alleen de meest interessante gepakt, want dat vond ik gewoon het leukste. Anders wordt het een hele lange video. Maar weet je wat? Laten we beginnen met de eerste skin. En dat is namelijk Agent Jonesy. En deze is eind Season 2 Chapter 2 in de files gekomen. En we hebben hem natuurlijk gezien tijdens het live event. Maar het schijnt zo te zijn dat hij ook als skin in de files zit, maar hij is nog niet uitgekomen. Hij is ook een soort van encrypted. We weten natuurlijk hoe hij eruit ziet door het live event. Maar over het algemeen weten we niet heel erg veel over deze skin en wanneer die dus uit gaat komen. Het lijkt me het meest logische dat hij dit seizoen gaat komen. Want in dit seizoen hebben we hem natuurlijk ook in de trailer gezien. Dus het zou logisch zijn als we hem een keertje gaan krijgen. Maar we moeten het maar afwachten wanneer het gaat zijn. Maar het is in ieder geval een interessant verhaal. En laten we doorgaan naar de volgende skin. En dat zijn er eigenlijk 3, maar we gaan ze even 1 voor 1 behandelen. De eerste is namelijk de Blady Bird. Deze skin is net als de andere 2 skins. Sinds 3 juli 2020 zit hij in de files en is toen ook geleakt. Maar is om een of andere reden nog steeds niet uitgekomen. We weten ook niet precies wat voor rarity het is. Of het nou in een bundel zit of niet. Het lijkt erop alsof het in een bundel zit. Want dat komt omdat de 2 andere skins een beetje dezelfde soort stijl zijn. En die zijn natuurlijk ook nog niet released. Want de tweede skin is de Fnatic skin. En deze ziet er gewoon grappig uit. Maar geen idee waarom die nog niet is gekomen in Fortnite. Want het is gewoon een skin die er wel in past. Want ze zitten er al in sinds, nou wat zal het zijn? Sinds seizoen 2, chapter 2 dan uit mijn hoofd, toch? Ja, het is heel erg raar. En de derde skin is de Showdown skin. Ziet er ook wel tof uit. Maar ze zitten er dus alle 3 nog niet in. En voor zover ik weet zitten ze ook niet in Save the World. Dus het is een groot mysterie. Als iemand weet waar deze skins zijn gebleven, laat het even weten. Maar ik heb in ieder geval geen idee. Dan de volgende skin is een skin die we allemaal eigenlijk al wel verwacht hadden dat we die zouden krijgen. Namelijk de Galactus skin. Galactus was natuurlijk in heel seizoen 4 een heel groot ding. Was een heel groot event. En eigenlijk had iedereen verwacht dat we die op het einde van seizoen 4 chapter 2 zouden gaan krijgen als skin. Al helemaal omdat er files zijn gevonden over Galactus als skin. Maar op het dag dat ik het opneem, hebben we nog steeds geen Galactus skin. Wat best wel heel erg jammer is. En eigenlijk ook, ja, het is gewoon apart dat we dat niet hebben gekregen. Het zou kunnen zijn dat we dat ooit nog een keer gaan krijgen in een ander seizoen. Maar wanneer en hoe en of wat, dat weet eigenlijk helemaal niemand. Het enige probleem misschien met Galactus is omdat hij heel erg groot is. En dat hij daarom niet echt past als skin. Omdat hij als skin dan wel wat kleiner is als dat hij in het echt is. Maar Galactus is in ieder geval zo'n skin die wel soort van in de files gevonden is, maar nog niet in de game zit. Dan het volgende is de Gemini skin. Jawel, de Gemini skin is een skin die al zo lang in zit, maar nog steeds niet in de files is gekomen. Het is nog steeds niet in de itemshop is gekomen. Misschien wel als bundel had hij moeten komen, weet het niet. In ieder geval, de Gemini skin is in Pasen 2019 toegevoegd en is vervolgens weer op een gegeven moment verwijderd. Maar in de V15.0 update, dus letterlijk toen seizoen 5 uitkwam, toen is hij weer in de files teruggevonden. Maar nog steeds is er niks mee gedaan. Niemand weet wat hiermee gaat gebeuren. De grootste kans is dat hij met Pasen alsnog gaat komen. Dus Pasen 2021, dat is in de lente. Volgens mij in maart of april, mei, ik weet het niet. In ieder geval in de lente. Maar dan pas gaan we hem waarschijnlijk krijgen als we hem al gaan krijgen. Want we zitten al zo lang te wachten op deze Galactus skin. Het is echt heel erg mysterieus. Dan de volgende is de Marauder Heavy skin. De Marauder Heavy skin is een epic skin die ook al wel had moeten komen. Deze zit al in sinds dit seizoen. Sinds het begin van dit seizoen zit hij in de files. Het lijkt een beetje op een Save the World skin, maar zit toch echt in bij de Battle Royale files. Dus daarom had hij eigenlijk al moeten komen. Of die gaat komen, weet ik niet. Het grote probleem, denk ik, bij deze skin is zijn hitbox. Het is namelijk een heel erg breed karakter. Wat ervoor zorgt dat hij misschien niet veel gekocht gaat worden. Omdat het lijkt alsof je hem meer kan raken.
Dus ik snap enigszins wel waarom deze nog niet in de game is gekomen. Dan de volgende is de Sif. Jawel, Sif is een Marvel karakter die in seizoen 4 of het einde van seizoen 4 zou moeten komen. Sterker nog, ze is in de files gevonden. In ieder geval, de naam Sif is daar vaak gevonden als Kim. Maar er zijn nog geen textures bij. Dus deze skin is nog niet af. Dat is ook de grote reden waarom die nog niet is. En ik ben persoonlijk, of ik denk dat die niet in de game is gekomen, omdat ze hem niet af hebben gekregen voor het einde van seizoen 4. Ik denk dat dat, of misschien dat er een probleem mee was. Want er is een reden waarom er nog geen textures bij deze skin zitten. Maar ja, of we hem nog gaan krijgen, dat weet ik niet. Het kan zijn dat het nog heel lang gaat duren, maar ze zit in ieder geval nog in de Fortnite files. Gaan we door naar de ene laatste skin. En dat is namelijk Wake Rider. Wake Rider is een rare skin, als ik het goed heb. Jazeker, 1200 V-bucks en is nog steeds niet in de itemshop gekomen. Deze zit er al in sinds seizoen 1, chapter 2. Dus inmiddels ook al meer dan een jaar. En ja, zou ook nog een keer moeten komen. Maar wanneer? Niemand weet het. Het is een groot mysterie. De skin ziet er prima uit. Ik denk dat veel mensen hem zouden kopen, maar is nog niet geweest. Hij is nog niet geweest. Ik heb echt geen idee waarom niet. Laten we doorgaan naar de laatste skin. En deze heeft een best wel apart verhaal. Het is namelijk de Spiral Specialist. En dan denk je, huh, maar Dion, deze skin ken ik. Dat klopt, want dit is exact dezelfde skin als de Whistle Warrior. Het schijnt dan ook zo te zijn dat deze skin is toegevoegd als een soort van andere variant op de Whistle Warrior. Of de Whistle Warrior is veranderd. Het is in ieder geval een heel raar verhaal. Maar de Spiral Specialist is dus letterlijk een kopie van de Whistle Warrior. Dat is de reden waarom die nog niet in de item shop is gekomen. Deze is ook eind afgelopen jaar toegevoegd in de files. Maar ja, het is gewoon een raar verhaal dat ze een compleet nieuwe skin toevoegen, maar eigenlijk deze skin al een soort van hebben. En het is in ieder geval apart. In ieder geval, dames en heren, ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Want dit was het einde van deze video. Als je dat vonden, drop even die like en abonneer op de Veelgevraagd met een belletje aan. Klik op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!